gaan we een keer filmpje maken. Voor een scooter 125. We hebben daar een uitlaat op die lawaai maakt. Een nieuw shopman besteld. Hoi. Goed grief. Enfin, die pijp niet overeenkomt met deze pijp. Nu, je zit er al van alles aan. Dan lijkt ze eens uit. Dus wat ga ik doen? Ik ga die pijp eraf zagen. Gaan slijpen. En op die een andere monteren. Maar ik moet natuurlijk, dat moet op dezelfde plaats staan. Dus de gaten moeten op dezelfde plaats, de gaten komen niet uit. De gaten moeten op dezelfde plaats staan als de andere. Ook heb ik hier aan deze twee bevestigingen aan. Speciaal voor het spotbord vast te maken. Maar deze heeft dus een ander korp. En ik ben niet van plan om weer een maand of vier te moeten wachten voordat ik een chapent heb. Ik heb hier een plaat aangelast. Hier, hè? Geboord tot hij op plaat staat. En hier van boven ook. En wat ga ik nu doen? Deze plaat met deze plaat verbinden. Op die manier zo ongeveer. Dan vijs ik deze plaat, die plaat los. En dan zet ik eerst al de pijpen eraf. Langs het wat ander ook. Zet ik die plaat erop. En dan las ik alles vast. En dan staat dat met de gaten op de juiste afstand. En hoek en zo van alles. Hoop ik toch. Ja, veel uitleg voor niks. Gaan we eraan beginnen. We gaan hem vastlopen. Zo, alsjeblieft, zo simpel is dat eigenlijk. Hè. Een malke maken is niks aan. Dan moeten we dat wel laten afkoelen, want anders gaat dat zeggen. Dus laten we dat afkoelen. Ja, oké. Okay. Het is gelukt, maar er waren een paar complicaties. Ik ga die er hierbij opzetten, want het is wel het een en het ander. Dus, door de lange deur heb ik alles er helemaal afgeslepen. En die mal die heeft dan eigenlijk niet veel geloven. Dan heb ik op de brommer gezet. Want hier, een van die poten was niet zijn lessen. Dat erop stond. De afstand tussen de vijzen was verschillend. Dus dat hebben we dan ook nog maar gedaan. En nu heb ik de pijp eraan gelast. Ik heb dat onder de motocyclet gehangen. Losse delen, hè? Dat was nog niet vastgelast. Dat afgetekend. En dan ben ik naar binnen gekomen. Ik heb dat gewoon er tegen gezet. Op een pret. Heb het vastgespeten en ik gaan passen onder de brommer. En kom er dus. Dus dat is een versteviging daarover. Die was er ook bij. Die heb ik dan die ga ik daar terug op zetten, hè, dat dat verstevigd is. Dus het komt gelukkig in de chakos. Ik dacht van niet. Ik zal dat klein beetje aan het fabriceren. Wat is daar zo moeilijk aan? Dat is dunne plaat. We moeten ook een lage amperage lassen. En dat is niet zo. Dat gaat makkelijk. Dat
Zo, ik heb er door geblazen. Mijn hele mond zit vol. Enfin. Zo, zo ben ik eronder altijd. Oké. Okay. Ik heb ze al een beetje. Ah ja. Jippie. Het valt goed mee. Laat ze maar, hè. Zo. Oh, voilà. Zo. Als ik oppassen. Ja, ik moet het niet. Ja, we hebben zo'n antieke scooter, zo, hè. Allee, ene die antiek uitziet, zo. Ah, ze hebben zo'n ding. Goed, de uitlaat is bijna klaar. Kijk. Dat is de oude. En hier zitten zo van die twee touchjes aan en die moeten er terug op. Hè. Dus gaan we deze eraf lossen, afslijpen. Aanlossen dus. Afslijpen en hier aanzetten. Ik ga die eraf slijpen, ik ga die monteren aan de dingen en daar een streepje trekken hier en hier. Ik denk dat dat beter gaat zijn. Goed. Oh, ik ben eigenlijk content. Mijn hart zit te vloeken. Maar ja. Ik heb ze eraan gelast. Dat is toch een misère. Ja, als je een keer dat gaat beginnen te lassen, zijn er van alle tante. Ai, ai, ai. Die moet je in elkaar vooral mee. Dus dat is onze scooter. Zo, de chapement hangt eronder. Wat ik zelf als hangt vast hier. Hier hangt het ook vast, daar. Hier erachter, alles in orde. Nu gaan we ze een keer moeten proberen. Achterkant. Zo. Ik zal hem beter hier zetten. Zie je? Oei, 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 oei. Ah, dat is wel beter. Zo. Hier toch opzetten. Voilà. Wat ik nu eerst moet doen, dat is de sleutel aanhouden. Dat gaat ook hier voor de tafel. Ah, we gaan er een dagje te zeggen. Dat zit er bij ons, hè. Dus hij moet nog starten ook, hè. Daarvoor hebben we de sleutel nodig. Tijdje stil. Hij sputtert nog. Het klinkt toch al veel beter. Het klinkt toch al anders ook, hè? Ga het nog eens proberen, hè. Wat is dat? Dat klinken, hè. Oef. Gelukkig heb ik twee dichtingen. En dat is zoiets, hè. Zo ziet er dat uit. En dat is iets dat je kunt... Wel, als dat niet echt uitkomt, kun je dat samen drukken. Misschien een beetje scheef zo, hè, of zo. En dan kun je dat goed doen aansluiten. Dat is er nu gebeurd. Dus... Een kans.
kat is geen bus. Wat moet je doen? Ik zit niet aan mijn voeten te knoppen. Ik zit niet aan mijn voeten te knoppen. Wacht, we voelen dit betrapt. Wat anders, hè? Oké. En die andere shopment, hè? Ja. Die rammelt. Er zit van alles in, hè? Maar deze ook. Oké. Ja. Ja, zo. Oké. Dag.